Delta werken. Daar was ik al eigenlijk op middelbare schooltijd door gegrepen. Toen ben ik weg en waterbouw gaan studeren in Delft en ben civiel ingenieur geworden. Alle vakanties, alle weekends hebben wij altijd met onze zeilboot gevaren. En wij zijn geen zeezeilers als het ware, dus wij voeren alles als het kon binnendoor. Dus dat waren reizen van de vele weken. Ik ben gepensioneerd. Mijn vrouw en ik hebben ons beide in het vrijwilligerswerk voor het Gelderse Land gepostort. Mijn vrouw dus zit in het winkeltje in Ozendaal, het kasteel. En ik onderhoud dus de koepel. Hou ik dat prachtige goud en lofwerk en blauw, hou ik dan schoon. Maar ja, dat is werk op de ladders. En dat kan ik niet meer. Ik zat hier in de eetkamer. En toen plotseling schoot mijn hand over tafel weg. En ik wist het meteen. Dit is het EVA. De hele rechterkant verlamd. De linkerkant werkt goed. En dan ga je dus naar de revalidatie. Het wonder van Klimmendaal is natuurlijk dat ze daar zeggen, je moet het, alles wat je zelf kunt, moet je zelf doen. En dat is voor de verpleging ook vreselijk moeilijk, merk je. Want ze zeggen, je moet daar verplegen met de hand op de rug. Eigenlijk razendsnel kon ze me de gewone dagelijkse dingen van het leven leren. Aankleden, wassen, een wc gaan enzovoort. Maar dan worden de oefeningen natuurlijk steeds moeilijker. En gaat ook het terugkomen van de functies steeds langzamer. Tot het uiteindelijk ophoudt, zoals bij mijn arm. En dat ze dus omschakelen op een andere revalidatie, dat vind ik ook zo goed. Die zeggen, nou, die hand kan het niet meer worden en die arm. Dan gaan we je leren, hoe leef je met één arm, met een goede arm. Gisteren had ik een appel. En toen zei ik tegen de verpleging, wil je die voor me schillen? Ja, voor deze keer dan. Maar dat zullen we nog wel leren, want je leert nog aardappels schillen. Want dat gaan we ook met je doen. Het is heel bijzonder wat er gebeurt.